It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video. Hier op mijn kanaal Chesto en vandaag heb ik voor jullie een commentary over CSGO, oftewel Counter-Strike Global Offensive, kwam daar bewoorden. Maar eerst op de achtergrond gameplay zien jullie een potje. En dit is mijn tweede potje van dat ik het ooit heb gespeeld, geloof ik. Dus ja, ik ben nog niet al te goed op die gameplay. Ik ben nu wel iets beter en ik ga geloof ik net niet positief. Maar ja, zoals jullie zien, het beeld is niet heel goed opgenomen. Heb ik nu ook al gefixt. Dus mijn excuses daarvoor in ieder geval. Maar op de achtergrond gameplay speel ik met een M416 Silenced. En een M... nog wat Silenced, dat is mijn handpistooltje namelijk. Maar ik ga het vandaag hebben over mijn pluspunten en minpunten over Counter-Strike natuurlijk. Want er zijn een paar plus- en minpunten die ik heb beleefd in de paar uur dat ik het tot nu toe heb gespeeld. Ik ben op dit moment alweer ranked 2. En bij ranked 3 natuurlijk kan ik mijn... hoe heet dat? Competitive gaan beginnen. Dus als ik even snel Nova 4 word of zoiets, kan ik met Cas, oftewel CN Elite, meespelen. Dat is dan ook wel een goede maat van mij. En daar heb ik al een paar keer CSGO mee gespeeld. Dat was wel even lachen. Dus hij ging dan bijvoorbeeld in het andere team. En ik moest dan tegen hem. En we gingen gewoon proberen te counten hoe vaak we elkaar hebben geteld. Het ging wel gelijk. Op het ene potje oonde hij mij. Het andere potje oonde ik hem. En ja, dat is, ik vond het best wel grappig. Ik vind het spel ook wel leuk. Maar ik ga even de nadelen opnoemen die eraan verbonden zijn natuurlijk. En het allereerste nadeel is toch wel de Duitsers die met de AK spelen. Want op de achtergrond gameplay ben ik een counterterrorist. En de terroristen, jongens, letterlijk 9 van de 10 mensen die counterterrorist is, gebruikt de fucking AK. En dan heb je ook nog zulke mensen die dan een speciale AK hebben. Nou, ik word op de achtergrond dus gekild door een AK-12 met een rode camo. Ik weet het nog niet eens hoe ze uit mijn hoofd eten. Maar dat houdt natuurlijk in. Het wapen wat jullie hier op de achtergrond gameplay zien, die ik gebruik, die M416, heb ik gekocht voor 3 euro. De wapens in het spel zijn dus echt geld waard. Als jij dus een mes uit jouw case krijgt, die je voor 2,60 euro tot de max geloof ik kan openen, ben jij binnen. Want sommige messen zijn gewoon 1000 euro, mensen. Fucking 1000 euro. En mensen kopen het ook nog gewoon. Dus, ik ben van plan deze zomervakantie natuurlijk te gaan livestreamen. En de donaties die ik daarvan binnenkrijg te gaan besteden aan CSGO pakketjes. Dus dat lijkt mij wel grappig om die dan ook in de stream te openen. En ja, als ik natuurlijk donaties ook krijg, ben ik ook van plan om dat voor betere streams erin te toppen. Bijvoorbeeld een AV Media te kopen, et cetera. Maar ja, nogmaals natuurlijk, de achtergrond gameplay is niet goed genoeg opgenomen natuurlijk. Het is niet echt HD, dus oh, heb ik al gefixt trouwens. En het beeld was net iets te groot. En dat is volgende keer dus geholpen. Ik ben ook van plan het tweede kanaal en mijn main kanaal wel eens te uploaden. Maar het probleem dus is die mensen met die AK's. Want een AK killt in 1 kogel met een headshot. En het probleem is, ik kan niet omgaan met de AK. Ja, dat is mijn probleem. Dat moet ik echt even gaan leren. En vandaar dat ik ook altijd counterterrorist ben. Omdat ik punt 1 met de M16 heel goed om kan gaan. En met de P90. De P90 kan ik ook bij terrorist doen. Die heb ik ook. Ik heb ook een P90 met een space-achtige camo erop. Die heeft me ook maar, die heeft me maar 40 cent gekost. Maar ik moest natuurlijk wel minimum nog wat kopen. Waardoor die ook 2 euro was. En ja, dat is dus natuurlijk wel een klein nadeel ervan. Maar zodra jij ook gewoon met een normaal wapen speelt, is het ook nog te doen. Want je wapen wordt dan maar wordt meer waard als het zo is, laat maar zeggen. Want als ik dit wapen waar ik nu mijn speel weer kan verkopen, kan ik hem geloof ik voor iets minder verkopen dan dat ik hem heb ingekocht. Maar kan ik bijvoorbeeld wel een ander wapen kopen. Dus ja, het is een soort van transfermarkt eigenlijk. Dus dat vind ik persoonlijk super chill. Maar ook weer niet, want ik wil proberen alle wapens gewoon andere kleur te krijgen. Net zoals hier op de achtergrond gameplay ben ik echt fysiek hard genaaid. Als jullie zien, 84 HP had hij eraf. Dus dat houdt toch in dat hij fucking 16 HP over had van mijn pistooltje. En dan killde hij maar net omdat hij net die AK dus in zijn handen had. Wat is natuurlijk weer zo
kut naar mijn mening is. Maar ik ga wel proberen de laatste paar dagen gewoon met een AK te oefenen. Waardoor ik natuurlijk ook wat beter daarmee word. En ja, ik ben natuurlijk zoals jullie weten een console gamer. En nu speel ik dus op een keyboard. En jongens, het is echt wennen voor mij. Ik zweer het je, ik zit af en toe echt spastisch te doen met mijn vingers. Omdat ik nou even naar mijn toetsenbord moet kijken waar ik met mijn vingers speel. Maar ik ben ook van plan om gewoon dit in plaats van Call of Duty vaak te gaan doen. Dit iets meer te gaan doen, waardoor ik ook een betere console of PC gamer word dus. En Advanced Warfare en Black Ops bijvoorbeeld te houden. Voor echt alleen maar upload. Als opneem video ding, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus laat maar zeggen dat het alleen voor het opnemen is. En dit even in mijn vrije tijd spelen. Om dit meer door te krijgen natuurlijk. Voor als ik iets meer op mijn PC wil gaan doen. Sam of de acceptabel kanaal had mij ook aangeraden om H1Z1 te gaan kopen. Dat ben ik ook van plan om te gaan doen. En ja, maar ik ben weer zo op Mogol geweest. Die dus 5 euro op zijn verkeerde Steam account heeft gezet. En ik heb het alweer geregeld. Bij de eerst volgende keer dat ik weer geld op mijn Steam moet zetten. Ik het geld terugkrijg of zoiets. Ik heb met een medewerker gesproken van Steam. Dus dat is natuurlijk fucking chill. Dat dat gewoon natuurlijk gefixt is. En ik ben daar dus geen zorgen meer om te maken. Maar ik wil even aan jullie één ding vragen in de comments. Ik kan nu op dit moment nog geen competitive spelen. Want ik ben nog geen rank 3. Laat even in de comments weten of jullie dan competitive als opname willen zien. Of gewoon wat ik hier doe. Team Deathmatch, Demolition of Casual CSGO doen. Dat is ook een soort van competitive. Maar moet je geld uitgeven. Niet echt geld, maar CSGO geld heet dat. Dus bijvoorbeeld als je een potje wint, krijg je dan $200. Als je een kill maakt, misschien $20, zoiets. Dat soort dingen. Ik weet niet hoeveel dollar je precies krijgt per kill. Dat ben ik dus dan van plan om te gaan doen ook. Maar dan moet ik natuurlijk wel een paar mensen hebben. Dit weekend ga ik met Sam, Huub en Kas waarschijnlijk CSGO ook doen. Dan gaan we gewoon als een team spelen. En ja, dat wordt dan denk ik overdag. Want s'avonds ga ik natuurlijk altijd een film kijken. Meestal met Phoenix of terwijl Tom. Dat is natuurlijk wel grappig. Zitten met z'n tweeën in Skype al fucking film te kijken. En dan ja, kunnen we altijd wel lachen. Bijvoorbeeld als we een spannende film of een horrorfilm kijken. En ja, dat dwaalt natuurlijk weer helemaal van het onderwerp af waar ik mee bezig was. En ja, verder natuurlijk nog over CSGO. Ja, normaal kost het dus €14,99, oftewel gewoon af rond €15. En er zijn Steam sales op dit moment. Dat je kan voor €6,99, als ik goed heb, als ik me niet vergis. Kan je nu nog 2 dagen, geloof ik. Als je deze video kijkt, is het geloof ik wel afgelopen. Maar kan jij de CSGO dus voor 50% korting kopen. Dat is natuurlijk chill. Daarom heb ik het ook snel gekocht. Want ik wou het al lang kopen. Alleen, ik dacht van ja, €15 weer. Godverdomme, even kijken man. Misschien komt er ooit een aanbieding. En toen had ik het met Kas over. En Kas zei zo van... Nee, dat was niet Kas trouwens. Dat was Thomas. En hij zei zo van ja, het is wel leuk. Want ik heb natuurlijk ook City Skylines. Dat heb ik ook gekocht. Maar Kas, of... waarom zeg ik Kas? Thomas zei natuurlijk van ja, het is wel het geld waard. €15 is niet zoveel voor een game. Toen dacht ik, oké, dat is waar. Want voor PlayStation game betaal ik fucking €60. En nu voor een spel €15. Ik ging kijken, stond er €6,99. Dus ik dacht, oh, ik ga het kopen, blablab. En alles. En ik had het gekocht natuurlijk. En ja, deze video is, ik had het dinsdag gekocht. Het is op dit moment donderdag of woensdag dat ik dit inspreek. Nou, dit heb ik gisteravond heb ik trouwens dit gehaald. Ja, ik heb het nog niet zo lang natuurlijk. Maar gisteravond of zo, na het trainen was om 9:30, heb ik dit potje gehaald. Toen ging Kas net weg. Dus net niet met Kas gespeeld. En ja, dit was ook de allereerste keer op deze map. En ja, ik vond het wel grappig natuurlijk. Alleen ja, die AK-12. Als je mij gisteren natuurlijk had gehoord, ik ging echt dood hard rage. Ik zat wel, godverdomme, kut AK, bla bla bla, dat soort dingen. Ik werd echt niet normaal boos. Mijn ouders op een gegeven moment ook bovenkamer van Chess, wat de fuck ben je aan het doen? Ik zeg, ja, nieuw spel, CSGO. Ze zei, oh nou, zo te horen is het leuk. Ik zeg, ja, inderdaad. En kijk hoe hier ik doodga. Ik dacht echt zo, what the fuck is er mis met mij? Maar ja, dat soort momenten had ik dus op dat moment nog. En ja, ik ben nu wel wat beter. Ik heb mijn controls wat aangepast. En ja, de achtergrondgame zit bijna op de 12 seconden.
Maar ik wil natuurlijk bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je deze video leuk vinden, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter. En dan hopen jullie ook te gaan zien bij de video van morgen. Dus mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, mensen. Zoals altijd zeg, laters!